Nee, juist niet. Ik blader heel veel door mijn eigen fotosite waar alles op staat. Oh ja. Dat is een leuke site trouwens. Waar ik telkens mee aan het experimenteren ben. Want het is ontzettend moeilijk om een goede fotosite layout te maken. Ja, want waar zit hem de kneep? Ik zag je tweet langskomen. Je zei inderdaad zo, nou, je hebt het nu... Doe je het statisch uploaden, geloof ik? Naar ja, de, dat is een beetje... Ik gebruik een... Of is dat te nerdy? Het is heel nerdy. Ik gebruik fotosoftware. Of een of andere PHP foto... Ding. Gallery ding. Ja. En dat is op zich wel aardig, maar het is ook een beetje gepruts. Ik vind, het zijn niet echt hele goede developers. En ze hadden op een gegeven moment een plugin gebruikt. En daar zat een heel erg lek in. Oh. En dus toen was mijn site was gehackt daardoor. Oh. Maar de developers van dat product, die zeiden ze, ja, dat is ons probleem niet. En dat, die reactie, die vond ik zo laks, dat ik zei, nou, het is een beetje onveilig om dit gewoon op mijn server te laten staan. Ja, precies, ja. Dus toen ben ik op zoek gegaan naar een manier om wel dat product te gebruiken, maar het niet online te hebben staan. Dus toen heb ik het op mijn eigen computer neergezet. Uh-huh. Heb ik een aantal scriptjes geschreven. Dus ik heb een soort van bot geschreven die alle pagina's bezoekt en ze opslaat. Ja. Als HTML-pagina's. En daarna worden die pagina's worden geüpload naar de server. Ah, oké. Okay. Nou, dat is wel slim. En dat is super veilig inderdaad. Ja, want dat zijn statische pagina's. Daar is niks mee te doen. Nee. Dus er staat niks. Dat hele product staat niet meer online. Dus daar ben ik zelf heel blij mee. En wat ook wel prettig is, nou hoef ik het niet meer te updaten. Want dat is ook altijd zo'n gedoe. Ja. Dat soort PHP-applicaties upgraden, daar ben je ook weer 10 minuten mee bezig. En dat vind ik zonde van mijn tijd. Ja, dan ben je aan het klooien met databases en wat dan niet meer. Ja. Ja. Hey, je website wordt er ook sneller van. Supersnel. Het is echt... Dat is niet meer aan het berekenen of wat dan ook. Nee, het is echt extreem snel. Ja. Maar goed, daar was ik dus mee bezig. Maar ik wil dus een goede fotolayout maken. En dat is moeilijk. Want hoe je wil de foto zo groot mogelijk tonen. Mm-hmm. Het liefst wil je ook wel wat metadata tonen. Zoals bijvoorbeeld als ik een titel of een beschrijving heb toegevoegd. En een datum. Dat zijn interessante dingen. Die wil je ook tonen. Yeah. Maar wat je vaak ziet is dat je een fullscreen foto hebt. Echt zo volledig mogelijk. Ja. En daar overheen dan semi-transparante tekst. Dat vind ik vervelend. Ja. Ik wil geen dingen op de foto. Nee, precies. Ik wil de foto. Ik wil de foto gewoon volledig. Je wilt volledig alleen de pure foto. Ja. Oké. Okay. Dus eigenlijk zou je erop moeten klikken dat die omdraait en dat je daar de data ziet of zo. Dat zou kunnen. Maar aan de andere kant wil je ook weer juist heel makkelijk naar de volgende foto. Dus wil je nou de klik dat de data getoond wordt of wil je de klik dat als je erop klikt dat hij gewoon naar de volgende foto gaat. Ja. Of wil je misschien dat als je erop klikt dat hij inzoomt. Ja, ook nog een mogelijkheid. Hè? Ja, dat die alles eigenlijk wordt. Toch? Ja. Dat is heel erg van je, afhankelijk van wat je... Dus dat is een beetje lastig. Van hoe maak je dat ideaal? Dus ik ben daarmee aan het experimenteren. En daar is natuurlijk een eigen siteje perfect voor. Dat kan je lekker kloten. Ja, ik vind nog steeds Twitter een van de fijn... Of Twitter hoor mij nou, Flickr. Ik vind nog steeds de meest fijne intweet. Ik weet dat het heel erg controversieel is. Of controversieel. Nee, ik ben het wel met je eens. Ik vind Flickr de standaard uitvoering alleen. Die heeft veel te veel om de foto heen. Ja, absoluut. Maar als je hem dan in een lightbox opent, dan is hij op zich prettig. Het enige wat daar is, is dat daar staan dingen over de foto heen. Dus de controls staan op de foto. Ja. De titels staan op de foto. En ik vind dat vind ik niet correct. Nee, daar ben ik het mee eens. Maar alle andere mogelijkheden... Je kan kiezen hoe je de foto wil kijken. Ja. En het heeft een hele krachtige zoekmachine... die ook echt heel prettig werkt. Ja, die is heel goed. En dat is wat ik vooral heel erg... Want ik zoek regelmatig een foto van mezelf. Oh, dat had iets van doen met dit en dat en deze locatie. Nou, ik heb dat nog niet op een andere manier weten te omsluiten. Dus dat je heel makkelijk kan zeggen van... Dat ene feestje met die persoon en weet je wat, ergens in 2008. Ja, dat moet je Google gebruiken misschien.